Hoe verandert een arts die is opgeleid om levens te redden in een slachter die geen belang heeft voor het leven van zijn patiënten? Voor velen is het antwoord duidelijk: deze naziartsen zijn compleet gestoord. In Duitse concentratiekampen voerden deze naziartsen gruwelijke medische experimenten uit op mensen. In mijn vorige video vertel ik je daar meer over. In deze video zet ik de meest gruwelijke naziartsen voor je op een rij. Maar voordat ik dat ga doen. Wil ik je vragen om je te abonneren op mijn kanaal, zodat je geen enkele video hoeft te missen? Nummer 10 August Hurt was onderzoeker aan de Universiteit van Staatsburg, maar tegelijk ook verantwoordelijk voor vreselijke experimenten in een van de concentratiekampen. Hij testte gevangenen op het gebruik van gif- en mosterdgassen of bepaalde vitamine. Zo kregen dertig slachtoffers tijdens een proef allemaal één druppel iperiet, een dodelijk mosterdgas, op de arm. Het bleek voldoende om het grootste deel te doden, na vele dagen afgrijzelijk lijden. Sommigen werden eerst blind, anderen misvormd. Ook virussen fascineerden hem. Soms werden gevangenen opzettelijk besmet met een virus, om daarna het ziekteverloop te bestuderen of de efficiëntie van antivirusremmers uit te testen. August had ook een griezelige hobby. Hij verzamelde skeletten en kwam op het idee om zijn eigen geheime museum te maken met menselijke skeletten. Daarvoor had hij ook skeletten en schedels nodig van mensen die volgens hem geen mensen waren, namelijk de Joden. Hij bewaarde in totaal 86 lichamen van overleden Joden in grote tonnen. Toen de geallieerden dit in de gaten kregen, vluchtte hij, maar pleegde enkele maanden daarna zelfmoord. Nummer 9. Hans IJsselen was een kamparts in verschillende concentratiekampen. Hij stond bekend als een echte sadist. Misbruik en marteling van gevangenen behoorden tot zijn dagelijkse bezigheden. Zonder verdoving voerde hij operaties uit op weerloze slachtoffers. Toen 300 gevangenen besmet raakten met tuberculose, vermoorde hij ze eigenhandig met dodelijke injecties. Na de oorlog vluchtte hij naar Egypte, waar hij een rustig leven leidde tot de inlichtingendiensten hem op het spoor kwamen. Nummer 8 Sigmund Rasser was kamparts in concentratiekamp Dachau. Al snel werd hij berucht om zijn vrede medische experimenten op gevangenen. Hij onderzocht vooral het effect van onderkoeling op het menselijk lichaam. Slachtoffers werden verplicht om 14 uur lang naakt in de vrieskoud te gaan staan, of werden urenlang in ijskoud water ondergedompeld. Vele overleefden het niet. Ook testte hij de impact van grote hoogte en heel lage luchtdruk. Hij sloot mensen op in vacuümkisten en veranderde de druk in de cabine om te kijken hoe lang ze het volhielden. De Nazis executeerden hem met een nekschot kort voor de bevrijding van het kamp omdat hij zou hebben gelogen over de onderzoeksresultaten. Nummer 7 Aribert Heim, ook wel de beul of dokter dood genoemd, deed vooral onderzoek naar het pijngevoel en uithoudingsvermogen van het menselijk lichaam. Gevangenen werden op de operatietafel vastgebonden en een dodelijke stof, vaak benzeen, werd rechtstreeks in het hart of in de longen geïnjecteerd. Andere keren amputeerde hij hem zonder verdoving ledematen of verwijderde hij organen. Met deze methode onderzocht hij hoe lang de slachtoffers pijn hadden voordat ze de dood vonden. Hij besloot twee Joodse mannen te onthoofden en bewaarde de schedels als trofee. Hij schonk één schedel aan een bevriende nazi en hield het andere schedel op zijn bureau, om te zorgen dat documenten niet van het bureau af zouden waaien. Deze man had geen genade. Nummer 6 Wilhelm Bijgerkuk wilde onderzoeken of hij een oplossing kon vinden om zeewater drinkbaar te maken. Als je teveel zeewater drinkt. Dan vallen je nieren stil, omdat er een grote hoeveelheid zout in het zeewater zit. De slachtoffers kregen geen voedsel en werden verplicht zeewater te drinken. Sommigen dronken zuiver zeewater, anderen dronken zeewater behandeld met bepaalde stoffen. De gevolgen waren verschrikkelijk. De meesten kregen enorme koorts en werden langzaam gek. Wilhelm observeerde zijn slachtoffers zonder berouw en maakte notities van wat hij zag. Na de oorlog is hij veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf, maar hij kwam in 1952 vrij en ging opnieuw aan de slag als directeur van een ziekenhuis. Nummer 5. Karl Brandt was de persoonlijke lijfarts van Adolf Hitler. Ook was hij het hoofd van het euthanasieprogramma van de nazi's. Volgens de nazi's waren gehandicapten, geestenzieken en bejaarden een lastpost voor de samenleving en konden niks bijdragen aan de oorlog. Deze mensen werden uitgeroeid door middel van euthanasie, oftewel, de genadendood. Alles wat tijdens de oorlog met gezondheid te maken had, stond onder de bevoegdheid van Karl Brandt. Hij gaf instructies en stelde de regels op voor alle medische instellingen van Nazi-Duitsland. Nummer 4. Klaus Schilling was een angstaanjagende man. Voor de Tweede Wereldoorlog was professor Schilling een gerespecteerde arts en wetenschapper. Zijn specialisatie was het onderzoek naar tropische ziekten. Na zijn pensioen ging hij aan de slag bij een inrichting voor geestelijk gehandicapten. Daar werden elke maand ruim 30 slachtoffers tot zijn beschikking gesteld. Hij besmette in totaal ongeveer 1200 gevangenen met malaria om vervolgens de werking van medicijnen op hen te testen. Uiteindelijk is Klaus in 1946 ter dood veroordeeld en hebben ze hem opgehangen. Nummer 3. Karl Klauberg was gespecialiseerd in zwangerschap en voortplanting. Twee vragen bleven maar door zijn hoofd spoken: hoe kan je onvruchtbare vrouwen vruchtbaar maken? En hoe kan je vruchtbare vrouwen onvruchtbaar maken? In 1942 kwam hij aan in Auschwitz waar hij blok 10 tot zijn beschikking kreeg en voor zijn onderzoek Joodse vrouwen als proefkonijn mocht gebruiken. De nazi's wilden namelijk het liefst dat Joden en gehandicapten zich niet meer zouden kunnen voortplanten. Zijn werkwijze was gruwelijk. Hij injecteerde de gekste chemische substanties in de baarmoeder en maakte zo duizenden slachtoffers, meestal Joodse vrouwen. De injecties maakten hen direct onvruchtbaar en leidden tot helse pijnen. Veel vrouwen overleden tijdens deze experimenten. Wie het wel overleefde was meestal verzwakt en niet meer in staat te werken, waarna men in de gaskamers belandde. Nummer 2 Je zou denken dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog nog geen vrouwelijke artsen waren. Maar niets is minder waar. Hertha Oberheuser was een arts met een vreselijke reputatie. Ze is een van de vreedste nazi-artsen uit de geschiedenis. Ze vermoorde kleine kinderen door middel van een dodelijke injectie om vervolgens hun organen te bestuderen. Ze veroorzaakte met opzet pijnlijke letsels bij haar patiënten. Vervolgens bracht ze houtschilfers en glasscherven in de wonden om de verwondingen van soldaten na te bootsen. Na de oorlog werd ze veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf, maar na 5 jaar kwam ze alweer vrij na goed gedrag. Nummer 1. Jozef Mengele was zonder twijfel de beruchtste naziarts. Hij kwam uit een invloedrijke familie en zag er altijd tot in de puntjes verzorgd uit. Vrouwelijke overlevenden van Auschwitz noemden hem zelfs een knappe man. Toch was Jozef Mengele een van de gruwelijkste misdadigers tijdens de Tweede Wereldoorlog. In Auschwitz kreeg hij een heel gebouw ter beschikking waar hij zijn onmenselijke proeven op gevangenen kon uitvoeren. Zo injecteerde hij ogen met blauwe verfstof om ze van kleur doen te veranderen, waarna de slachtoffers blind werden. Ook amputeerde hij ledematen zonder verdoving en heeft hij zelfs een keer een jonge tweeling aan elkaar genaaid om een Siamese tweeling te creëren. Na de oorlog vluchtte hij naar Zuid-Amerika waar hij in 1979 overleed aan een hartaanval. Welke arts vind jij het meest verschrikkelijk? Laat het weten in de comments. Bedankt voor het kijken! Abonneer op mijn kanaal en klik op het belletje zodat je geen enkele video hoeft te missen.